dom, man. Ik kan hem op het laatst aangepast. Ja, je bent gewoon nu helemaal... ze gaan meskilo bij doen. Oh shit, dat heb ik ook met P10 natuurlijk. Ja. Godse. Dat had ik nooit verwacht. Is het nat op de baan of? Vier. Nou, zo is nog wat oefentjes doen. Ik ga even kijken of ik een mute heb ingesteld. Ook handig. Nee, ik nam helemaal geen risico. Ik ga nou toch wel risico nemen. Ah, 6 kilo. Ik heb 6 kilo op mijn rug. Ze hebben het in de YouTube chat van Divisie 1 over... Nou, ik weet niet wat ze het allemaal over hebben. Nou? Over aftrekken en dat soort dingen. In het Nederlands ook gewoon. Oh. Lekker, Tom. Hey, no problem. Tom, wat is jouw mening? ja, ik vind het een beetje raar. Vieze praat. Hoeveel punten heeft je team gehad, Tom? Nul. Heb je niet de verkeerde rijder op non-actief gesteld? Ja. Tom, hoeveel punten had je verwacht? Minimaal 10. Eerlijk. Minimaal 10 per race. Ik wil toch wel minimaal wel 5 punten zien vanavond. Want ze gaan de hoofden vallen. Zo. Rijden ze nou op wet tires of? Regent het nog dan? Weet ik niet. Hey, werkt het, Wout? Kan je tires selecteren? Ja. Oké. Okay. Alleen niet, het is niet echt dat ik er makkelijk bij kan. Ik kan het alleen echt op een recht stuk doen. Ja, als je maar kan changen. Ja, precies. En eigenlijk moet je voor de start al je fuel op nul zetten. Ja, en dan... ja, het regent niet meer. Gaat nog regenen. Nee, maar je moet wel uitkijken dat het naast de baan 17% is. Nu? Ja. Is nu nog zo nat dan? 16%, het wordt steeds droger, maar dat is naast de lijn, zeg maar. Ja. Hij ziet er helemaal niet zo nat uit, hoor. Nee, maar dit zijn de feiten van de game zelf, hè? Maar in welk minuut zit je dat? Net ernaast. Je hebt nog 1 minuut 30. Nee, ik nog 20 seconden. Ik had in mijn minuutje te kijken, dan schiet ik het grap. Top. Maar waar zie jij dan Oreen? Ah ja. Tussen de 0 en de 24, wat is dat nou weer voor? 24 nou, offline en 0. Nou, eigenlijk halen. Op de meest natte plek is het 24 en op de meest droge plek is het 0. Daar zit de baan tussen. En dus dan kun je ervan uitgaan dat de racelijn 0 is. En dat het naast de racelijn 16 is. Horen jullie mijn rem ook piepen? Ja, nou, ik hoor vooral jou piepen. Ja. Nog 37 seconden.
engine volume heb ik op 100 en nog is hij vrij stil. Dus ik ga vooral jullie wat zachter zetten dan maar weer. Doet je maar. Als ik jullie niet meer hoor, dan komt het omdat ik jullie te stil heb gezet. Ben je bijna in game? Hij vraagt er namelijk. Oké, nou. Crasht je weer? Maar ik sta dus nu op de plek waar je finish, dus ik sta nu op P10. Dan sta ik ook nog best wel redelijk. Nee, je start gewoon waar je in race 1 bent gekwalificeerd. Ja, echt? P10. Ja. Oh, ik dacht je race 1 uitslag. Nee, dat niet. Kut. Ja, race 1 uitslag. Oh. Ja, dan heb ik wel wat goed gedaan, Tom. Dat is beter dan je kwaliplek. Ja, maar dat kon ook niet. Dat was ook niet zo moeilijk. Nee, oké. Nou ja, ik ben van 16 naar 10 gegaan, dus dat is niet slecht. En ik moet wel zeggen, ze hadden moeite om mij in te halen elke keer. Waarom maar rem je niet anders piep nou? Maar... Dat is de bedoeling in ieder geval. Maar ik had die T. Olsen, die is wel snel, maar die heb ik 5 ronden had ik die achter me zo. Maar toen heb ik hem nog een keer voorbij gehouden, want ik was er zat van. Je zit er al in, Fabian? Of... Komt hij überhaupt al voorbij? Wat is er met je PC dan? Vul die uit of zo? Ja, je moeder was toch aan het kijken. Ja, ze gaan nu. Nou ja, en anders. Op tijd gaan, dan kun je nog wel de pit lenen, dat is dan maar zo. Oh ja, die krijgen allemaal extra gewicht. Maar dat is 6 kilo, dat is niks. Oh shit. Ik rem nog even een flat spot. Ja, ik heb ook 6 kilo. Ik zal gewoon weer op soft, want ik haalde het maar net. Maar trouwens, het gaat niet regenen meer, denk ik, of wel? Ik denk van niet. Ik ga wel op soft gaan. Ja, is dat jouw in-game rem? Wout? Nee. Of? Wat? Is dat jouw in-game rem? Wat? Wat ik hoor zeg... Nee, dat zijn rem gewoon. Dat is de CCL. Nee, dat is dit. Hoor je dat? Nee, nou piept hij niet echt. Oké, ik ga weer beginnen. Dat is mijn rem. Hou op. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik zal straks even naar kijken. Is het nog steeds in je loading screen? Die achter mij komt zo naar voren. Oh, daar gaan we. Oh, daar ben jij. We gaan gas. Ja, je staat stil. Misschien kan je vanuit de pit starten. Ja, formation nu. Het is alsof mijn... Ik zit
Mijn beeld klopt niet. Wat is dit voor bullshit? Oh, jeetje. De visie 1 gaat los. Volgens mij ging het fout. Ja, ik zie het. Wat een kutting, mijn beeld klopt niet. Maar ja, ik kan er nou niks aan doen. Kut. Jawel. Gast, stuur wel in dan. Ik ben nou net door bocht 3 of zo. Die gast gaan we aan de binnenkant inhalen en stuurt hij rechtdoor. Rustig aan. Godver. Ik lag al 10e, nu 15e. Kut zeg, ik zit niet in mijn goede camera positie. Ook zo'n domme plek in die middensectie proberen in te halen. Hé, hey, een rejoin. Gast. Wat is er nou voor kamikaze? Pending een open session. Ik had net meer instuur dan nu. Oh kut, ik moet naar achter. Oh, mijn auto is rondom helemaal lichtblauw. Het enige wat niet lichtblauw is mijn linker voorwiel. Lekker oud. Ja, ik moest even anders gaan zitten. Ik zie geen licht, jongen. Oké, okay, en... Dit is kut, want ik zit in een andere kamer. Oh, in het midden zit één. Oh. Tom, kijk je nou bij mij of? Nee, divisie 2. Maar daar valt nog wat te zien. Waar, bij mij ja. Oh, die crasht er maar. Blijf gaan, Wout. Gewoon, mijn auto is nu helemaal lichtblauw rondom. Nee, maar ja... Het is beter om geen schade te hebben. Ja, maar hoe sommigen het doen, slaat nergens op. Ja, maar je moet niet, terwijl ik aan de binnenkant duik, dat ze in één keer ook naar links sturen. Ah, gast! Stuur niet om me in. Ja, nu verliezen we allebei twee plekken. God, man. Hij stuurt gewoon naar links. En dan gaan we allebei rechtdoor. Wat een idioten zijn dit. Hey jongens, Verenigde Ting heeft ook 6 kilo extra bij zich, dus hij is ook wat zwaarder.
Wat een gasten zeg. Ik reed alweer op 12. Nee, zeker niet. Serieus? Ja. Ik denk dat Wout gewoon te weinig heeft geoefend. Dat valt wel mee. Ja, vandaag wel, maar... Ach. Ach, ja. Het is niet dat ik stijf laatste lig. Maar ja, uiteindelijk... Godver, komt er weer eentje voorbij. Ik ga volgens mij iedereen op, of niet? Ja. Ik heb nog 10 ronden benzine en nog 8 ronden te gaan. Heel goed. Oh, die achter mij rijdt de muur in. Ik heb een mega gat achter me. Ik heb nog steeds die kutcamera standpunt. Ik weet niet hoe ik er vanaf kom. Maar gaan ze over twee races reverse gridden of gewoon over de laatste race? Laatste. Eat my dust. Nou ja. Ik rijd nu 14, dus dan zit ik op. Mogelijk op een gunstige plek, maar ja. Die voor mij heeft niet eens remlicht, of wel? Ik heb geen idee. Oh jawel, maar niet echt goeie. Die voor mij laat me er gewoon langs. Die heeft waarschijnlijk Rodrigo als spotter. Frank, the thing is behind. Let them pass. Oh nee. Goh, die lul rijdt 30 of is hij gedisqualificeerd of zo? Heeft hij de hele tijd voor mij gereden? Ik heb Campfield 5 seconden achter me. Nou ja, aan de andere kant, wat is het voordeel? Want het zijn niet gewoon programma's op de achtergrond die je nog aan hebt staan, die je gewoon uit kan zetten. Maar kan je deze drie nou weer wel meedoen of wat? Dan start je race 3 achteraan waarschijnlijk op. Reverse grid tot hoeveel is het? 12. 10 tot 15. Nee, dat red ik niet denk ik hoor. Nee, dan moet je wel iets meer pace hebben. Alhoewel, ze zijn wel dik aan battelen voor dus.
Maar voor een eerste race vind ik dit nog niet zo slecht. Oh, wat doet hij? Is daar Heigo of wat? Danny Robbins. Dan? Ja, gek. That's really difficult for me. Die achter mij spinde bijna, maar goed, dat is ook een achterblijven. Oké, die gasten voor mij rijden iets bij me weg, maar 14. Omdat ik twee keer afgedrukt werd. Nou, maar als ik dit zo zie, kan ik dit seizoen wel punten pakken. Ja, Wouden heeft door, nu die dik achteraan rijdt, dat hij wel sneller is. Nee, ik rij achteraan het midfield. Oké, okay. Ah, goed. Ik moet van achteraan het midfield naar het midfield zien te komen. True. Ga jij gang, joh. Dan ga ik rijden. Ik ben niet veel beter. Ik denk dat Ton nog wel beter rijders in andere teams heeft gestald. Ik weet nu wel hoe ik moet starten. Mm-hmm. Zeker. Een beetje meer oefenen. Ik had 3/4 week. Ja, deze kutte kan wel wel zien, Stony. Je maakt nu niet uit. Maar wow, jij wist zeker dat je dit ging doen, dus. Ja. Je hebt alle tijd om te oefenen. Ja, maar ik was toch pas zaterdag thuis. Ja, we hebben ook al GRS gedaan, hè? Ja, maar toen wist ik nog niet dat ik dit ging doen. Ach jongens, laat nou maar. Kijk, ik rij in de punten in divisie 1 doordat we op GRS hebben geoefend. Zo slecht presteer ik nou ook weer niet. Oh, Wout, die kan je hebben. Dat is Lazarus. Oh, mijn moe. Kijk hè, zag je dat? Oeh. Hij heeft een. Hij heeft een 10 keer zo goedkoop stuur dan je. Kom op.
En die hielp niet echt mee, die achterpijver. Er was ook echt geen ruimte. Binnenkant houden. Hij zit te seinen. Binnenkant houden. Ja, maar nou nog niet. Want dit heb ik wel. Nee, dit heb ik. Maar is het voor een battle of? Ja. Ja, binnenkant houden. Battle of last of zo. Ja, you're too late. Dat was toch niet mijn schuld, neem ik aan. Ja, ik voelde wel een tikje, nog. Maar ik gaf hem sowieso genoeg ruimte. Zoals ze in divisie 1 ook doen. Maar als iemand naar de binnenkant van je dreigt, dan gaan we je gewoon keihard naar binnen sturen. God, ja, maar dat doe ik ook, hoor. Ja, maar ze doen het hier. Ze laten mij er eerst tussen gaan en dan gaan ze nog eens naar rechts. Nou, aju. De route. Ik ga niet remmen als je dat doet. Ja, ik lok hem heel vaak. Ja, maar ja, we moeten voor volgende race ook even... Ja, want één lock up is soms gewoon 4%, hè? Ik heb nog 47. Hoeveel rondjes nog dan? Ik ga met 53 over de finish. We hebben nog 3 rondjes. Echt? Kan ik me haast niet voorstellen, want ik verlies hem nu al steeds. Vooral bij het insturen. Zo, die vent voor mij is wel snel op zich, hoor. Alleen hij maakt fouten. Hey, ik lig weer 20ste. Oké, ik heb punten voor race 2. Hier 2. Sta je misschien op pol, hè? Ja. Die staat er niet. Even kijken, Lewis. Ik zie hem niet eens. Nee, ik ook niet. Is dat achter mij een achterblijf, Tom? Hij heeft nieuwe banden dus. Hij mag gewoon langs als hij wil. Vraag tegen was gering of band van user. Ja, start ik nou de volgende race ook gewoon vanaf P20 kan? Ja. Oh, dat is niet verkeerd. Maar ik maak nog kans.
lok ik weer volledig. En ze zijn voor mij flink aan het bettelen. Ik hoop dat er nog eentje af. Oh, Matt Richards zegt 1% aan het eind van de race. Hoe krijg ik met gewoon één klik gewoon direct meer voor meer grip? Gewoon je rolbaar één naar beneden zetten. Zo, kijk die vent. Hey Fabian. Ik wil iets meer instuur op de voorkant, iets meer grip. Rolbaar iets naar beneden. Ik wil nu op 108 staan. Ja, wat houdt dat precies in? Dat hij eraf is. Gewoon helemaal niet. Nee, ik zet hem wel op 72 dan. Ik moet iets meer insturen. Ho, oh, jong. Ja, een klein beetje wel. Oh, laat het. Nou, ik had ook niet heel veel ruimte. Laat het P14 of P15 zijn voor de pole. Diver was het niet, hè? Ik hoop P15. Ja, maar die pech heb ik altijd. Net als in Monaco. Venus op P12 is het P11. De enige die niet moest zijn. Nu gaan ze zeker weer moet je hele server gereset worden. Nou ben ik wel benieuwd die laatste bocht. Die ga ik wel straks terugkijken. Ja, die ene laatste. Volgens mij kon ik ook geen andere kant op, hoor. Ja, maar... Jawel. Ik ga hem straks terugkijken. Nou, 50 meter. Nou... Gelukkig kost het geen plek voor hem. Goed, iedereen maakt wel eens kleine foutjes. Maar die snelle teamgenoot van mij, die had nog niet bij zoveel punten. Die had geen punten, toch? Nee. Ja, maar ik ben gewoon 1,5 seconde off pace op quali pace. Maar 2 seconden off pace. Alleen op race snelheid hou ik de meeste gewoon bij. Ik zeg ook, Bob geeft die andere al punten. Hint. Je moet hem aan hem vragen hoe het met zijn eerste rijden gaat. Kijken wat hij dan zegt. Kan je nu wel meedoen, omdat je nu nog steeds bij Spectator staat, namelijk. Ik doe even een bril. Ja. Het zou fijn zijn. Is niet meer? Ik heb een 60 generatie. Nou, want ik heb een GTX 970. Hamming on pole! Ja? Oh yeah, oh yeah. Het kan niet gekker worden. Straks moet je echt gaan stoppen als jij deze wint. Stop op je hoogtepunt, toch? Oké, ik wil niet zeggen dat je hem kan winnen straks, maar... Nee, ik ga hem ook zeker niet winnen. Ja, of ze moeten achter mij direct gigantisch crashen. Winnen. Nee, dat doe ik niet.
Ze gaan gigantisch achter mij crashen, dat er direct een opstopping is. En dat ik dan direct 10 seconden pak of zo. Ik ben echt super netjes met mijn banden aan het rijden en die gasten eindigen gewoon met 1%. Dat kan ik ook wel harder gooien eigenlijk, maar dan verlies ik de achterkant. Ja, één zei dat. Ja. Nee, ik zag hem echt niet staan. Nee. Hoezo? Wat dan? Waarom zou je boze berichten van hem krijgen dan? Ik denk jou wist er wel. Maar wie was er eigenlijk bij wie ik... die duifbom deed. Lewis McLeod, 33. Oh ja, ik zie. Hij, ja, ik wist dat hij wel niet in de server. Want ik zie hem nu net onderaan staan, toevallig. Dat hij als 33ste start. Wout, hoeveelste ben je in race 2 geworden? Volgens mij 20 of 21. Ja, 20. Heel misschien kan ik ook een puntje mee pakken zometeen. Ik moet eerlijk bekennen, ik vind het ongelooflijk dat ik in ieder geval punten haal. Ik zat vanaf pole, ik hoop gewoon binnen de top 10 te blijven, eigenlijk. Kutstart maken, dan is het goed. Nou, afgelopen race had ik ook best wel een redelijke start. Hey Frank, dit is eigenlijk wel handig. Ik hoor je al bijna niet meer, Tom. Dit is wel handig met je GT3-wiel. Met die buypoint van clutch. Ja, klopt. Alleen, ik start gewoon volgens in de neutraal en dan zeg ik hem gewoon in de 1. Oh, mijn camera is weer chill. Oh, mijn camera is gefixt. Ik had vorige race de hele tijd met zo'n kutcamera gereden. Ja, misschien had je dan wel iets aangeklikt of zo. Dat denk ik wel, maar ik weet niet hoe ik daar moet. De camera die ik heb, als ik race, die kan ik niet krijgen als ik op een knopje druk. Ja, ik zat veel dichter op mijn stuur opeens. Nou. Ja, dat is heel apart. Zeg maar, als ik op een knopje druk, dan zit ik ineens veel hoger. Het ruikt een beetje naar zweet op mijn kamer. Lekker Wout. Hoe heet je? Dat was jouw moeder. Fabian Rudde. Rudde. Is het Rudde of Rudde? Dat was echt heel rude. ITC Brands. Zo. Kijk, één positief punt om. Ik ben nog niet gespint tot nu toe. Sam Colin verwijdert al zijn berichten. Oh. Nou, ik heb een plekje vast opgezocht in de gymbak bij turn 1. Zo'n punt scoren, Tom.
Ja, Fabian die presteert nog minder dan ik. Grapje. Grapje, jongen. Ja, als ik eraf ga, dan haal ik midden waarschijnlijk. Als ik er niet af ga, wordt het lastig. Mhm. Ik start, hoeveel start ik? 20 voor mij. Oh, er zijn 4 mensen geliefd. Ja. Er waren toch eerst... waren er niet eerst meer? Jij weet hoeveel je starten, toch? Er konden toch 36 mensen meedoen? Ja. Dan wil ons maar ook maar 33, hè? Oh, dan is het gewoon dat er minder mensen in zitten. Ja. Gewoon standaard dan. Maar ja, die zit in divisie 1. Hoi. Ja hoor. Oh, divisie 1 nog wel? Ja hoor, ik wil best rijden. En daar hebben jullie geen rijders voor? Ik ga je niet garanderen. Nee, maar dat gaf ik Wopko niet. Ik gaf Wopko ook een garantie voor P30 of lager. Jongens, ik rij gewoon vooraan. In mijn ik zag precies in het midden bijna. Nee, dat is ook weer niet waar. Maar wel bijna. Ik moet wel zeggen, de jongens die ik nu achter mij heb, die kon ik net zo goed als bijhouden, dus. Good luck, guys. I think we are all going to need it. Please no one spin me again. Ik zie heel ver in mijn spiegel nog een rode auto staan. Hey. Dat is Caitlyn. Waar staat Caitlyn? Hoezo rijdt iedereen die Formation Lab zo traag? Oh, we zijn nog van start daarvoor. Er zit ook een trage voor mij. Die denkt dat ik hem wil inhalen ofzo. Het is ook wel zo, dat warming-up van je banden, dat is zo nutteloos volgens mij. Vooral in deze auto's. Oh nee, gaat het weer regenen of? Ja, het regent. Nee, hou je weg. Ik heb mijn ruiten. Ik kan afkloppen, maar ik zie het. Ik heb trouwens mijn ruiten nog niet ingesteld. Dat was ik dan weer wel vergeten. Maar die heb ik ook niet nodig. Het regent 1%. Ik zie niks. Ja. 2%. Nu vind ik het niet leuk meer. Vanaf Pol in de regen, oh jee. Start je echt vanaf Pol? Ja. Dat had ik nog niet eens gehoord. Ze rijden hier allemaal tegen. Ja, wat denk je wat leuk is? Op Pol starten en dan al die slome gasten achter je. Ja, maar dan heb je toch al met die regen. Welke knop op je toetsenbord zou ruitwissel zijn? Nou, silence, jongens. Ja, jongen. Nee, die hoort. Nee, maar even serieus, welke knop zou ruitwissel zijn? Tom? Geen idee. Kan je even opzoeken? Op je toetsenbord waarschijnlijk. Ja, maar waarom een toetsenbord? Ja, wat doet die gast, jongen? Hij propt zich gewoon er doorheen. Ik heb geen idee, ik kan het niet vinden. Ja, dan heb ik pech. Hoi. De W, denk ik. De W? Nee. Wipers. Gokje hoor.
Mijn hele auto is al helemaal gekleurd. Ik moet wel W drukken. Nee, kan niet. Het MT moet selecteren. Gaan we nog starten of wat? Ja, nu. Ik heb Mike Bell achter me. Zo, die cash. Zag je met mij binnen te kijken, Tom? Ja. Ja, ik kon niet veel anders. Zo, hallo gast. Gewoon beuken hoor, maakt niet uit. Volgens mij was het pijntje een beetje kapot. Best wel. Ik stuur naar rechts. Kut, sorry. Tering. Ja, god. Nee, dit meen je. Daar ben ik er ook echt helemaal klaar mee. Kut, ja. Kijk, de teringspel. Hallo. Ja, teringspel. Nee. Ik ga nou in de pit gewoon retiren, hoor. Het gaat er toch niks meer worden. Daar kon ik echt niks aan doen, hè, Tom? Jawel. Ja, hoe dikke lul meer. 6% regen. Ik ga hem retire, of zal ik dat niet doen, want heel veel mensen hebben dat. Ik ga sowieso even de pit in. Zal ik dan naar... Nee. Hoe doe je... Oh. Request, pitstop. Dat was een 155.14. Ik heb het wel gedaan. Maar als ik nou zo meteen... niet meer kans maken op de punten, dan ga ik gewoon retiren nog. Zo. Nou, Toms, zo hou ik me... Zo... Er zijn er al een paar keer retired, dus... ik weet niet welk... Ja, die beukt hier. Ik heb 50 liter, top. Retire gewoon. Ik retire. Ja, wat een kut, Kim. Nee. Kut driver. Kut zelf. Kut, nee, dat was echt niet mijn schuld. Ja, ik ga naar terugkijken. Nee, maar dat zij crashen op jou, dat ligt niet... Nee, maar ik crash niet op... Aan de game, hè? Nee, dat is waar. Dat ligt aan die drivers. Aan diegene die tegen jou aanrijdt. Maar hier zal ik nog een beetje de duwen trekken. Maar hier was het al dikke chaos. Nee, ik ging er bijna voorbij. Alleen toen dacht ik iemand anders van, oh, tik hem nog in de mond. Ja, ik zit met je mee te kijken. Zo, 18. Oh. Ik heb natuurlijk vooral in de regen gigantische nadeel, hè, met achterwielaandrijving. Ja, jij ziet mij daarvoor battelen. Jij bent al best wel ver opgeschoten. Oh, iemand ging echt achteruit recht in jou.
Nu net of wat? Welke bocht? Jeetje, regen is niet voor achterwielaandrijving. Hij duwt jij er echt volledig op. Ik had ook echt kans op punten als die crash. Dat was 142.62. Regen, hou op, het wordt weer minder, maar ik ben zo in het nadeel met achterwiel. Nou, ik sluit het af, denk ik. Ik ben er klaar mee. Kijk. Okay. Kut drive, zo. Maar mensen die... Je ziet het in de verte al, dat had ik gewoon gezien. En mensen denken niet van, oh, ik ga even afremmen. Nee, denken gewoon van, nee, ik knal er volop. Kijk, ik... Kijk, ik had misschien nog harder moeten remmen, maar ja. Dan stond ik bijna stil. Ja, maar ze denken echt dat je ghost of zo als ze hier inhalen. Of als ze hier af gaan snijden. Nou, de volgende ronde wordt weer beter. That lap was a 1:33.74. Ik ga er wel door, denk ik. Yo. Zoals Chess met Fabio. En fuck. Nee, ik denk niet even. We hadden allebei kans op punten laatst geweest. De eerste en tweede race waren gewoon kut. Daar kunnen we wel eerlijk over zijn. Nou, houden. Jo. Ja. The lap was a 1:35.05. Nee, ik hoor hem niet, maar... Nee, serieus niet. Godver jongens, stop met regenen. Die Subaru is daar niet voor gemaakt. Ja, vierde. Maar ik kan niet eens meer op het gas gaan zo'n beetje, want ik ga elke keer dwars direct. Gewoon rustig gaan, man. Ja, hey, doe ons race tempo even rustig aan dan. 30 half hè, rijden wij op race tempo.
Dat bedoel ik. Het zijn ook alleen maar voorwiel aangedreven auto's die hier rijden vooraan. Stel dat het slecht afloopt met iedereen achter mij en mijn inhaal, dan word ik nog 9. Want daarna hebben ze een mega gat. Oh, de eerste twee crashen. Maar we zullen dan achterblijven. Nee, ik rij nu weer derde. Netjes. Nummer 2 was dat. Die kerel die mij de eerste bocht er ook af probeerde te beuken. Nee, weer zo'n... volgens mij die voor je nu rijdt. Nee. Dat is Rogier de Klein. Altijd rustig blijven. Hij is er klaar mee. Hij DNF't. Het is vooral de status van het team. We zijn bekend als, als een net team. Het is een beetje net als in Duitsland, Tom, maar dan op slik. Het wordt elke keer droog en dan begint het weer opnieuw. Ah, bij Academy. Het probleem is dat het nu 0 op de baan is en 21 ernaast. De lap was 137.32. Ik ga hem gewoon retiren hoor, als je wil. Oké. Shit. Nee. Ik val nu terug naar 6. Oh, pijnlijk. Oh ja, daar heb je inderdaad wel genoeg... wel genoeg damage. Die kerel voor mij, dat is ook een Subaru. En die rent ook elke bocht zo diep in en rokend en alles. En die heeft zoveel stuur. Die gooit hem echt de bocht in, terwijl ik gewoon doorglij. Best decent op zich. Ik vind het ook niet slecht, nee. Nee. Ik heb Heer achter mij. Hoor je. Die moet je er niet langs laten. Ja. Ik ga dus uit. Ik word nu bekend. Volg mij. 3 wijd. Ja, hij is live. Ik zit nu achter je. Ik ga met hem meekijken.
Hierna nog één ronde zie ik. The lap was a 134.09. De man op P3 hebben we weer. Nee, de man op P2 hebben we achterhalen. Of is dat een achterblijver? Oh, een achterblijver. Nooit goed gaan. The lap was a 135.37. 4 uit, wat? Ja, ja. P6. Netjes. Dus het is echt een nat, joh. Die, ja, die Brewer, die is echt snel met die Subaru, maar verder rijdt geen Subaru vooraan. Ik ben gewoon de tweede Subaru op de baan. Maar met achterwielaandrijving tegen voorwielaandrijving op een nat circuit, dat is niet echt prettig. En ik had er nog iets meer instuur, ja. Oh, mijn achterbanden zijn er nu ook aan. Ja, maar ik stond een paar keer echt helemaal dwars. Dat ik een paar keer heb gesaved, dat was echt een mirakel. P6. Nou jongens, dus ik moet gaan. The lap was a 137.66. Later. Ja, en daarna gaan we knallen op Lauritsring. En als je geen drive hebt voor divisie 1, wil ik het wel proberen. Maar dat praten we later over. Brambilla, 23e. Nou, hé, laat. Ja, wie jij? Goed. Oh. Ontwijken van crashes, hè? En zelf. True, maar later. Ja, nou, dat vind ik niet. Ik weet niet wat ik gedaan heb, maar ja. Ja, elke keer pech.
Maar ik moet wel zeggen, jeetje mine, wat kres, wat beuken ze tegen je aan. Echt belachelijk. Ja, daar heb ik geen probleem mee, maar meer ook. Ik ga de tweede bocht in, de eerste bocht is gewoon goed. De tweede bocht ga ik in, ik zit al aan de binnenkant. Er zit geen autoruimte naast mij en toch gaat hij gewoon zo hard tegen me aandrukken dat hij gewoon langs beukt. En uiteindelijk crashte die kerel. Die werd van mij door die andere nummer 1 eraf gebeukt, dus dat was wel fijn. Maar goed, ik ga er direct vandoor ook. Jammer, maar voor de... Ja. Hoeveel ben je nu geworden? Ja, zonde. Voor de volgende keer een beetje meer oefenen. Dan wordt het al makkelijker, denk ik. Ja. Nee, klopt. Nou ja, ik heb ook geen tijd gehad. Omdat ik zat natuurlijk gisteren met Formule Challenge nog. Nou, dat valt tegen hoor. Ik had echt moeite met die auto. En ik heb ook echt geen quali-pace. Want ik kwalificeer als 22ste, hè? Ja. Ja. Oké. Ja. Dat is wel lekker stabiel, ja. Ja, wel lekker stabiel. Alleen ja, je moet wel ook echt... Nee. Je moet wel echt ook heel hard rijden, ja. Nee, nou ja, ik heb ook echt niet de pace. Maar ja, goed. Op de een of andere manier. En ik ben vooral heel goed in inschatten wat er gaat gebeuren.